Goedemorgen, ik word net wakker. Het is 10 uur. En dat is wel redelijk op tijd dat ik dan wakker ben. Ik moet alleen wel echt nog een aantal dingetjes doen. Maar ik ga eerst even de vlog van Masha kijken van Beauty Clues. Want zij is naar Curaçao gegaan. En dit was haar eerste vlogdag in Curaçao. Dus dat vind ik leuk om te zien. For real. 15 seconden reclame. Ik lees allemaal berichten op Twitter dat het super koud is. En ik keek net op mijn app en het is 6 graden. Dat maakt het echt niet aantrekkelijker om mijn bed uit te komen. Vooral niet naar de Curaçao vlog. Oh my god. Oh. Niet zo goed hoe vloerverwarming werkt. Maar het werkt nooit als je wilt dat het werkt. En dan is het ineens koud buiten en dan werkt het wel goed. Dus daar ben ik er wel blij mee. Maar alsnog snap ik nog niet wanneer het wel gaat werken en wanneer niet. Want we hebben geen knop of zo om dat te doen. Maar goed. Lekker kopje groene thee. Saai werk op de woensdagmorgen, maar goed. Zo, net uit de douche en ik ga me even insmeren met die Abercrombie & Fitch Perfume No. 1 Body Lotion die in het pakketje zat. En dan ga ik me aankleden. Zo, ik heb me even klaargemaakt. Ik heb iets te veel make-up op. Eigenlijk mag dat zo weinig mogelijk op mijn werk. Een beetje zo natuurlijk mogelijk, zeg maar. Maar goed, ik hou gewoon nou eenmaal van mezelf opmaken. Dus dat heb ik gedaan. Ik hoop dat het oké is. Dit is wat ik aan heb. Een spijkerbroek. Een witte crop top, soort van achtig. En mijn all-stars. En ik kan er echt nog steeds niet aan wennen om elke dag in een spijkerbroek te lopen. Ik haat spijkerbroeken, zeg maar. Maar goed, werkkleding. En dan vind ik het ook echt 10 keer lekkerder om thuis meteen een joggingbroek of een legging of zo aan te trekken. Ik haat spijkerbroeken. En zeg maar, eerst vond ik het ook dat ik denk, toen ik over mijn spijkerbroekenfase heen was, dacht ik echt van, oh my god. Hoe heb ik als, zeg maar, als kind elke dag in een spijkerbroek kunnen lopen? Dat is nergens mee te combineren. Het is gewoon een blauwe, lelijke broek. Maar eigenlijk valt het best mee, vind ik nu. Zeg maar, eigenlijk is een spijkerbroek overal beter combineren. Maar goed, ik was er helemaal van afgestapt, zeg maar. Dus, nou. Het is nou niet dat ik het in mijn vrije tijd ook ga dragen of zo. Maar goed. Trouwens, vannacht in bed heb ik echt al mijn wimper-extensions er zo wat uitgetrokken. Er zitten er echt nog per oog 1 of 2 op. En ja, dat voelt toch wel weer lekker. Ik kan wel weer mijn ogen wrijven en weet ik het wat. Maar ja, ik ga toch wel weer voor een nieuwe set binnenkort. En ik ga even eten. Ik sta van de honger. 2 boterhammetjes met geelworst. En mijn mail maar eens uitmesten. Want ik kreeg gewoon een reactie van iemand van, oh ja, mail ziet er lekker opgeruimd uit. Not. Zo, ik hang net even uit het raam en het is zo ontzettend koud. En ik ben mijn handschoenen weer kwijt. Dus, het is echt vet kut, want het is echt niet normaal koud, gewoon unbelievable. Oké, wat ik dus wilde doen, oh ja, ik kreeg wat reacties onder een video van, ja, kan je misschien laten zien wat voor make-up producten je gebruikt. Ik heb een filmpje Everyday Makeup Look, maar ik zal wel even laten zien wat ik vandaag heb gebruikt in ieder geval. Ja, dit is mijn make-up tasje en er zit heel veel in wat ik niet gebruik. Laat ik hem meteen gaan uitruimen. Ik heb er eigenlijk geen tijd voor, maar laat ik het gewoon gaan doen. Even kijken. Nou, dit is de highlighter die ik gebruik. En dit is dus helemaal kut, want die is helemaal gebroken. Maar ik vind hem echt heel fijn. Het is de een van Sephora. Hij heet Rosé Pink nummer 120. Nou, die is ook niet meer te krijgen in Nederland. Dan heb ik hier een doosje met bronzer. Nou, dit is dus een bronzer die helemaal kapot is geraakt. En die heb ik dus die stukjes heb ik in dit doosje gedaan. Ik weet ook echt niet meer welke bronzer het was. Volgens mij was het gewoon zo'n groot palet. Volgens mij, ja, wat was het? Ja, ik weet het gewoon echt niet meer. Gewoon een cheap ass bronzer. Even kijken. Oh ja, ik krijg best wel veel vragen over die foundation kwast die ik gebruik. Die is gewoon van de H&M. Was echt 3 euro of zo. Super chill. Beste ooit. De foundation die ik gebruik is van de Body Shop. Extra Virgin Minerals. En ik gebruik hem in de kleur 402. Wat ik voor mijn wenkbrauw gebruik is MAC Oogschaduw Mystery. Heet die kleur. Mijn concealer is de Superstay 24 Maybelline. Het kwastje dat ik daarvoor gebruik is ook van de Sephora.
En oké, dat is eigenlijk wat ik dus gebruik elke dag. En dit is wat er nog verder in zit, dus dat ga ik eruit halen. En mascara, een luchtje. Nou, hier heb ik nog een losse poeder foundation, ook van het Extra Virgin Minerals van de Body Shop. En die gebruik ik eigenlijk ook niet. Nou, een scheermesje zit erin. Een leeg doosje smint zit erin, die ga ik weggooien. Max & More Pressed Powder Blush van de Action is deze. Dus een blush. En daar las ik best wel veel over. Toen heb ik hem gehaald en hij is wel prima, maar ik gebruik bijna nooit blush. Dus, oké. Nou, dit slaat nergens op. Een nagellakje. Nog een keer die MAC Satin oogschaduw. Nou, een kwastje ook nog. Een lipsmacker. Popcorn scrub van Lush. Lipscrub is dat. Nog een mascara. Een eyeliner. Die gebruik ik ook bijna nooit meer. Een lipstift. Girl About Town is dat. Die gebruik ik best wel vaak, maar de laatste tijd even niet. Nog een lipsmacker lipgloss. Gebruik ik ook niet. En dan nog een kwastje. En dat is het alweer. Dus dit gaat er terug in. Zo. En nu is hij alweer een stuk leger. Mooi. Dus dit kan eruit. En nu moet ik even snel mijn tanden gaan poetsen. En eten maken voor... Oh nee, wat ik meeneem... Als eten naar mijn werk. Hier ligt een verdwaalde sok. Oké, even mijn tanden poetsen. En ik moet ook nog een brief op de bus doen. Dus oké. Als ik een tas ergens mee naartoe moet nemen. Of gewoon sowieso spullen die ik mee moet nemen. Doe ik altijd tijdens het tandenpoetsen. Want dan heb je daar gewoon tijd voor, zeg maar. Dan doe je toch niet iets anders dan naar jezelf kijken in de spiegel. Dus dat ga ik nu even doen. Oké, ik heb mijn haar even in een super aparte vlecht gedaan. Het ziet er een beetje apart uit. Maar goed, dat is chill voor op de brommer. Want dan, ja, anders vlieg je haar de hele tijd in je gezicht. Dat is niet zo chill. En net ging de bel en kwam er een pakketje binnen. En dit pakketje ga ik openen als ik thuis ben. En ik weet wat erin zit. En ik ben er heel erg enthousiast over. Tenminste, ik hoop dat ik dat ga zijn. Ik keek in ieder geval uit naar dit pakketje. Dus... ik ben echt vet benieuwd hiernaar. Ik wil het ook nu openen en niet naar mijn werk gaan, maar... Wow, ik moet heel erg opschieten. Nee, oké, ik ga heel snel. Ik moet dus op de post doen, ik moet nog... Oké, wauw. Nee, ja, chill dat ik dus nog thuis was toen het pakketje binnenkwam. Maar, nu moet ik dus echt vet haasten. Ik hoop dat ik mijn telefoon heb meegenomen. Iemand zei trouwens in de reacties dat hij schrok van het liftpiepje. Dus ik ga hem zo weer lekker laten schrikken. Of diegene, ik weet niet of het nou een jongen of een meisje was, ben ik eigenlijk vergeten. Even kijken. Yes, ik heb mijn telefoon. Nou, je hoorde al zo'n liftpiepje, dus ha, ik ga het nu weer doen. Trouwens, niet als met iemand in de lift staat, dat was vet awkward. Van ha, kijk, liftknopje. We zullen het zien. Wow, ik heb echt veel make-up op, want zie ik alles pas in deze lichtspiegel. Ik lijk wel oranje gek. Oh my god. Nou ja, oké, okay, whatever. Ik heb haast, doe make-up. We gaan de piepjes weer. Ik ben dus klaar met werken en het is nu inmiddels 8:10. Morgen weer om 10:00 beginnen, OMG, mijn haar is zo fucking vies en vet. Oké, okay, anyway. Thuis ligt een pakketje mij te wachten en ik heb zo zin om het open te maken. Ik hoop niet dat het anticlimax wordt nu, maar goed. Can't wait. Want jij hebt zo'n lekkere pasta gemaakt. Pennen met roomsaus gewoon. Ja. Zalm en courgette. Zo fucking lekker. Oh, citroensap. En kaas. Peach kaas. Oh, echt heerlijk is die. Oké, ik ga mijn pakketje openen. Woehoehoe. Nou, lekker doosje vol met schuim, hè? Anticlimax? Nee, oké. Okay. Fall in love, way too brown. Fall in love with your own skin. Way too brown tanning mist. Create a fresh sun-kissed glow with a perfect finish. Nou, en dan een gebruiksaanwijzing. En dan... Oh, ik wil geen zooi maken hier. Wacht. Ik zet gewoon even die camera neer. Zo.
Dit komt er dan uit. Ze heeft spraytensetje gekregen. Want Thea zit weer lekker te facetimen voor school. Oké, dit is een tanning mist en een body wash. Oké, top. Nou, ik ga dit binnenkort gebruiken, dus even kijken hoe en wat. Ik ben zo benieuwd naar deze spray, maar ik heb van nu echt geen tijd om het te doen. En morgen eigenlijk ook niet. Dus ik ga vrijdag, dan ben ik vrij, ga dit voor het eerst doen. I cannot wait. Het heet White to Brown. Tanning mist. Echt vet leuk. Ook altijd chill om er zo'n tasje bij te hebben. Kun je weer lekker allemaal troep in bewaren. Heel nice. Vandaag trouwens tijdens werken. Oh. Wat bedoel ik? Het stelt niet scherp. Oké, anyway. Vandaag is mijn nagel gescheurd tijdens werken. En eerst was die... Hallo. Oké. Laat maar. Eerst was die lang en daarna was die kort. Maar je weet toch als je nagel zeg maar net iets te lang uitscheurt, dat die zeg maar je vel meetrekt. Dus dan denk je, oh, dit is een scheurtje. Nou ja, oké, ik ga er niet echt om janken. Dan begin ik te trekken en ineens voel je zo die snijdende pijn. Dat je vel meegaat. Oh, wat vreselijk. Oké. Wat ik even aan jullie kwijt, want als ik nu ook eens beet pak en je drukt net iets te hard op je nagel, voel je dat gewoon echt. Ik denk dat jullie het allemaal wel hebben meegekregen, maar het vinkjesprobleem. Zeg maar, nu wordt iets blauw als iemand het gelezen heeft. En het was juist dat je al wat app dat als je geen zin had dat mensen ja, beledigd gingen reageren als je ze negeerde, zeg maar. Was het zo chill dat er niks stond. Als je je laatst gezien uit had. Want ik vind het altijd heel vervelend als ik iets heb gelezen. Meestal reageer ik trouwens wel gewoon meteen. Als ik iets lees, reageer ik eigenlijk vaak altijd meteen. Maar soms heb je daar gewoon even geen tijd voor. Laat je het gesprek voor dat is. Kom je er later op terug. En dan komen mensen met, je hebt het gelezen. Ja, ik heb het inderdaad gelezen. Maar als ik tijd had om het terug te sturen. Vroeger, als je een brief stuurde naar iemand, ging je toch ook niet een dag later sturen, hé, je hebt het gelezen, ja. Hallo, ik moet even wat bedenken en dan terugsturen. Dat gebeurt ook niet binnen 1 seconde. Dus, anyway, dat is het hele WhatsApp-verhaal. Wat dat betreft vind ik iMessage ook gewoon heel chill om te gebruiken. Veel mensen vergeten dat. Maar iMessage is gewoon net als sms'en, maar dan toch een soort van chatten. Want je hebt niks met, die is online, die is offline. Die heeft het gelezen. Die, ja, trouwens met iMessage kan je het wel zien dat iemand het gelezen heeft. Maar, ik weet niet. Heel irritant. Gewoon vind ik dat. Wilde ik even kwijt. Ik zie een vet grappige tweet. WhatsApp visualiseert het nu voor je als je een blauwtje loopt. Echt heel flauw, maar echt heel grappig. Retweet. Super grappig filmpje. Meteen op het punt dat ik echt moet gaan slapen, want morgen gaat hij weg bij mij, dus het is al 11:45 en ik wil om 11:00 slapen. Veel. Goed, ik ga slapen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen, eten, abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei.